allemaal en leuk dat jullie weer kijken en luisteren en welkom bij een nieuwe aflevering van de Erevisie. Mijn naam is Kjeld En in deze video ga ik speelronde 26 van de Eredivisie uitgebreid voor jullie bespreken. Er waren dit uh, weekend een paar goede wedstrijden, maar uh, ook wel hele slechte wedstrijden. De top 3 die won, spektakel in uh, Groningen en uh, nog veel meer. We beginnen zoals uh, gewoonlijk bij uh, de vrijdagavondwedstrijd. Dit keer uh, speelde koploper Ajax. Die kwam al uh, op de vrijdagavond. Avond in actie op bezoek in Leeuwarden bij uh, Gambuur. Het beeld wat ik uh, had uh, verwacht was uh, een beetje zoals uh, de eerste helft was. Ajax kwam al uh, vroeg op voorsprong. Hoe kort het ook was in de eerste minuten, zag je wel dat Gambuur eigenlijk uh, heel hoge uh, druk uh, wilde zetten en dat ze Ajax echt uh, vast wilden zetten. Ajax deed het goed in de eerste helft onder, onder aanvoering van Ryan Gravenberg, wat hij speelde op de plek van Edson Alvarez, een beetje voor zijn eigen verdediging. En dat was voor hem ja, de rol die hem prima lag in ieder geval in deze wedstrijd. Vanuit die rol was hij ook nog betrokken bij de twee goals van Ajax na rust ging Gambuur het uh, ware gezicht laten zien. Hetzelfde wat Ajax vorige week uh, overkwam, werd nu weer werkelijkheid. Dan valt de 1-2 uh, en dan, uh, ja, het stadion in Leeuwarden ontploft dan als het ware. Het is een beetje, ja, een beetje typische goals die Ajax de laatste tijd uh, tegenkrijgt in eerste... Schuurs, ja, hoe die uh, ja, je reageert daar gewoon uh, niet adequaat in uh, dat duel. En dan is het ook nog allemaal wel heel rommelig hoe die bal uiteindelijk uh, in het uh, goal gaat. En uh, gewoon hoe deze treffer, uh, de 1-2 van Gambier, tot stand komt. Iedere Ajax supporter en uh, ja, de. En ook uh, ik, die uh, zei natuurlijk uh, Natalia nou, Figo in de basis voor Daily Blind, dat gebeurde ook. Maar uh, bij uh, de 2-2 van uh, Gambuur een ontzettend zwakke paas van uh, ja, Nico Thalia Figo, die we als uh, Ajax supporters allemaal zo geroemd hadden. Van hij moet erin komen, maar nu een ontzettend zwakke paas. In ieder geval ja Timber, die daar echt gewoon helemaal uh, niks mee kon. Gewoon, uh, ja, en dan, uh, dan glijdt Rensje ook nog uit op het echt bizar slecht veld. De bal rolde nog wel oké, okay, maar zonder echt zachte spelers uitglijden. Ik, ja, ik vind gewoon dat kunstengas uh, voor gewoon lekker afgeschaft uh, moet worden. Anders ga je maar lekker als uh, club in uh, de KKD voetballen. Ja, en toen uh, durfde ik eerlijk gezegd ook echt niet meer te denken... Van, uh, ...dat er nog een 2-3 zou vallen. Ik wist uh, eigenlijk bijna wel zeker dat uh, wordt 2-2... Buur wordt beloond voor die sterke tweede helft, maar toen was daar uh, Ryan Gravenberg. Ik dacht al op dat moment niet schieten. Doe het nou niet, uh, helemaal natuurlijk bij Gravenberg. Die uh, ja, uh, nooit uh, eigenlijk van uh, dat soort afstanden een doelpunt weten te maken. Althans, al laat staan een doelpunt weten te maken. Hè. Want 9 van de, de 10 keer vliegt zo'n bal van Ryan Gravenberg, natuurlijk. Uh, over. Maar ja, nu was het uh, wel raak. Hij schoon hem echt prachtig erin, Rijn Gravenberg. En uh, ja, hier snoerde hij toch even uh, de verschillende media even de monden op basis van de tweede helft had ik Cambuur uh, op zich wel een puntje gegund natuurlijk ook voor uh, Henk de Jong was het natuurlijk wel mooi geweest die deze wedstrijd uh, vanaf de bank in zijn woonkamer uh, moest kijken omdat hij uh, rust moest nemen. Het leek uh, weg de uh, kiesten in uh, zijn hoofd maar uh, toch uh, kreeg hij weer uh, klachten waardoor hij uh, uh, rust moet nemen en dat we hem uh, sowieso in ieder geval in uh, de acht wedstrijden volgens mij die nog gaan komen deze dit Eredivisie seizoen zien we sowieso niet meer op de bank bij Gambuur waarschijnlijk gaat hij wel lekker op de bank thuis de wedstrijdjes kijken en uh, Pascal Bosgaard uh, die, uh, ja, die mag het nu uh, in ieder geval overnemen als uh, coach trouwens wel echt een uh, mooi gebaar van uh, de supporters van Gambuur dat moet ik nog wel even erbij zeggen met het uh, spandoek uh, daarop uh, Henk Beterschap en dat uh, shirt die uh, Erik ten Haf uh, gaf aan uh, Bosgaard beide gebaren vond ik echt uh, heel mooi uh, om te zien de zaterdagmiddag uh, om half vijf was de aftrap tussen Sparta en Go Ahead Eagles. Na 30 seconden had ik al zo'n gevoel: dit gaat niet heel erg goed. Heel, natuurlijk heb ik het over dan uh, Tom Beugelstijk. En ook had ik uh, het gevoel dat er niet meer verder zou uh, gevoetbald worden helemaal. Die reflex, net zoals uh, wat toen uh, op het uh, EK met uh, Christian Eriksen gebeurde, dat uh, de spelers om hem uh, heen gingen staan. Toen dacht ik echt van: wow, dit gaat echt wel. Heel erg fout, dit loopt echt niet goed af natuurlijk. Gelukkig bleek het achteraf allemaal mee te vallen. Al is ja, een hersenschudding is natuurlijk ook niet niks, dat wil je zeker niet hebben. En uh, zal hij natuurlijk wel een tijdje voor nodig hebben. Dat gaat denk ik wel een aantal weken duren, omdat uh, hij dan echt weer de oude wordt in ieder geval. Voor Beugelstijg is het dan wel mooi dat de aanvoerder Adriel Aouzar dan de bal binnenkopt. Waardoor de drie punten in ieder geval op het kasteel bleven. Al vond ik dat een gelijkspel in deze wedstrijd meer dan verdiend was voor beide. Ik moet ook zeggen dat Fraser ook wel heel slim de Fraser-time-out erin gooide. Met een blessure voorwedden en dan wat tactische aanwijzingen geven. Het is niet ver dat hij dat doet. Dat gaf hij zelf ook al aan in ieder geval. Maar ja, als je dit tien keer, bijvoorbeeld tien keer per, per seizoen gaat doen, in ieder geval. dan zal je al de KNVB toch wel even moeten afvragen van gol. Hoe gaan we dit oplossen? Kan dit nog wel in ieder geval? Want uh, als iedereen uh, dit uh, gaat doen, elke club dit uh, gaat doen, dan heb je helemaal uh, de pop aan het dansen. Dan door naar FC Groningen, waar het sowieso een hele mooie sfeer was met die uh, de spandoeken van uh, de Groningse nachten. Echt heel mooi gemaakt, mooi om te zien. En dan uh, ook op het veld was het zeker ook uh, mooi om te zien, zelfs uh, genieten geblazen. En de C was voetballend echt gewoon heel goed. Ze zijn toch echt wel heel erg uh, bestolen door uh, die rode kaarten die uh, El Karouani uh, kreeg. Jammer dat het VAR uiteindelijk ook niet uh, te corrigeren. Dus alle, allebei vond ik gewoon een uh, gele kaart moeten krijgen hiervoor. Ondanks dat stond uh, NEC met 10 uh, man uh, op het veld, hebben ze gewoon goed positiespel uh, uh, zien spelen op de helft van Groningen. Die echt uh, toen uh, alle kanten op werden opgespeeld. Ze maakten uiteindelijk ook echt hele goede en ook mooie goals. Uh, die goal van uh, Matson was heel erg mooi. Schöne natuurlijk, die uh, vrije trap, die, die echt heel goed uh, binnenschoot. Het is natuurlijk een specialiteit van uh, Lasse Schöne. En helemaal uh, de mooiste eigenlijk vond ik nog uh, van uh, die drie treffers van NEC. Ali Akman die uh, in zo'n kleine ruimte dan zo goed de bal aanneemt hem uh, kapt volgens mij een mooie beweging maakt en dan uh, zo'n uh, prachtige goal in ieder geval de, uh, de bal uh, snoeihard in ieder geval in de bovenhoek schiet daar kon ik in ieder geval echt wel van genieten. Ook Scheunen, die was zo dominant op het middenveld. Echt elke keer zocht hij voor de goede oplossing. Een paar keer ging het ook wel fout, maar de meeste keren, laat me af van de tien keer, ging het uh, wel goed in ieder geval. Ook de voorhoede van de NEC was uh, heel erg sterk. Vooral heel veel uh, ja, goed, uh, goed aan de bal. Gewoon leuke acties in ieder geval. Ik kon echt wel genieten van uh, NEC. Groningen daarentegen, die had uh, Romano Postoma nodig om, uh, ja, om uh, te winnen, uiteindelijk. De invaller Romano Postoma, die echt uh, twee hele overtuigende goals maak. Hopen. Dat, ja, hopen in ieder geval dat uh, voor deze jongen uh, veel vertrouwen opdoet. En dat hij uh, zo door blijft gaan. Hoop ook dat Buis hem een uh, keer gewoon in de basis laat starten. Voor bijvoorbeeld uh, Michael de Leeuw. Al uh, speelt uh, de Leeuw natuurlijk wel de laatste twee weken. Ja, de laatste twee weken. Ook wel weer goede wedstrijden in ieder geval. Begin van de winterstop le leek het er uh, toch een beetje. In ieder geval de eerste wedstrijden na de winterstop. Leek het toch een beetje om te spannen dat FC Groningen heel misschien wat uh, plaatsen terug zal zakken, omdat het voetbal nou echt niet altijd even goed was in ieder geval. En dan bedoel ik het terugzakken in het uh, rechte rijtje. Maar nu staan ze keurig. Op uh, ja, plek 8 en uh, ze kunnen toch wel een beetje nu weer naar uh, boven kijken in ieder geval. Het zal wel heel lastig worden hoor, want uh, als ze de play-offs uh, nog uh, willen behalen. In ieder geval het laatste ticket voor de play-offs moet ze nog wel 7 uh, punten goed maken op FC Utrecht. Het kan natuurlijk, het, ja, het wordt wel heel lastig. Maar uh, je weet uh, maar nooit wat er uh, in het vat zit uh, bij FC Groningen. In de wedstrijd uh, tussen RKC en Heerenveen laat staan. Sowieso was deze wedstrijd heel erg uh, slaapverwekkend. In ieder geval voor mij. Ook wel voor uh, de supporters denk ik van RKC en Heerenveen. Er was één hoogtepunt dat was... Uh, de basisplaats van Joost van Aken. Dat zegt volgens mij in ieder geval al genoeg voor, uh, ja, over deze wedstrijd. Hoe slaapverwekkend het was. Van Aken, van Aken speelde echt een hele goede wedstrijd. Na afloop was hij uh, heel emotioneel. Zijn ouders zaten daarentegen ook op uh, de tribune. Omdat dit voor hem een uh, terugkeer is. Na een lange periode van uh, blessure leed hij over. Overwoogt zelfs volgens mij om uh, ook uh, te stoppen. Las ik ergens. Maar als je hem nu ziet uh, verdedigen. Is dit echt een fantastische. Uh, ja, fantastische versterking achterin. In ieder geval beter dan uh, die uh, Dresen-fiets En bijvoorbeeld een Woudenberg. In ieder geval laat hij van Aken. Denk ik maar. Gewoon lekker nog een paar weken tot het eind van het seizoen. Lekker een basisplaatsje. Pakken voor hier Dat doet ze alleen maar meer goed. In ieder geval. Verder in deze wedstrijd. Niet heel erg bijzonders in ieder geval. En uh, ja, dan hebben we de slechtste wedstrijd van uh, dit weekend uh, nog niet gehad. Die uh, komt zo meteen nog uh, aan bod. Nu door naar een andere Degradatiekraker. Fortuna tegen Willem 2. Die hebben bewezen dat zo'n Degradatiekraker ook leuk kan zijn. In ieder geval ook wel vermakelijk. Ik had nog even gecheckt of het nou Fortuna-Sittard-Willem 2 was. Of Willem 2-Fortuna-Sittard. Want de uitvak van Willem 2 was echt fantastisch om te zien. En het leek net alsof het een thuiswedstrijd van Willem 2 was. Fortuna kreeg het stadion ook weer niet vol. Dus daarom hoorde je zo bijna niet de supporters. Dus op dat ligt mijn sympathie toch wel ietsjes meer bij Willem 2. maar als je puur kijkt wat er op het veld gebeurde, was uh, Fortuna en Sittard het uh, ja, gewoon beter. En dan is het beter voor elkaar, dat was uh, afgelopen zondag ook het geval. En ook uh, genoeg in ieder geval om het verschil te maken, het verschil werd uiteindelijk gemaakt... Door uh, Zian Fleming. Die in de eerste helft al behoorlijke kansen kreeg op uh, de, ja, op de openingsgoal. Uh, maar uh, slaagde daar niet in. En uh, uit een voorzet van Semedo kopte hij uh, knap binnen. Daardoor drukt hij uh, met Fortuna Willem 2 nog verder in ieder geval de zorg in. Ze stonden bij mij al uh, weken op een uh, lijstje om uh, te degraderen. Willem 2. En ik uh, vrees ook nog uh, dat het de waarheid uh, ook uh, gaat worden. Met El Kayati die ook nog invult, uh, inviel. Dus uh, afgelopen weken in ieder geval naar Tilburg gehaald. Maar was uh, weinig uh, opvallend in de minuten die hij kreeg van uh, Landsaat. Er zat voor mij uh, geen moment in uh, dat hij echt dat ik in ieder geval zag dat hij het verschil kon maken. Wel een paar goede ballen of zo. Maar niet echt heel erg duidelijk. Hij heeft denk ik ook nog wat tijd nodig om uh, echt uh, fit te worden. Maandag werd bekendgemaakt dat uh, Kevin Hofland in ieder geval het overneemt van Danny Landsaat eigenlijk zeggen Fred Grim, maar Danny Landzaat uh, coachte deze wedstrijd in ieder geval voor Willem 2. Uh, voor hem natuurlijk een unieke kans om uh, te proberen natuurlijk om Willem 2 uh, in de eredivisie te houden. Gaat echt wel een lastige klus worden, ook natuurlijk voor hemzelf om zijn carrière in Nederland toch weer een beetje een uh, extra push te geven. Het is niet meteen echt de oplossing uh, van Willem 2. Die ik had hierbij gedacht. Ik had eerder aan uh, wat andere trainers uh, gedacht. In ieder geval niet meteen aan uh, Hofland. Maar of ja, dit de oplossing is om uh, Willem II uh, hier gelijk mee uh, te redden. Dat denk ik op zich niet. Maar hopelijk kan hij in ieder geval wel meer uit uh, deze spelersgroep halen. En niet per se goed positiespel uh, of goed voetbal. Daar is hij niet echt van. Maar wat hij zelf ook aangaf, gewoon lekker puur op het resultaat voetballen. En dan hopen natuurlijk voor hem en voor de sports van Willem II. ben ik ook zeker, ik ben zeker ook benieuwd of Willem II dit met Hofland een beetje voor de ommekeer kan zorgen. In ieder geval is het belangrijkste, denk ik, voor Willem II om gewoon in de eredivisie te blijven. Er waren twee wedstrijden om half drie in deze speelronde. Laat ik eerst maar naar de leus gaan, want die andere was echt verschrikkelijk. Nu eerst dus Utrecht tegen PSV. Utrecht had een behoorlijk aangepast elftal opgesteld vanwege vele afwezigen. Volgens mij was dat door het virus. Ook op de bank zat er ook niet heel veel soeps of zo. Eigenlijk alleen maar zon uh, een beetje. Dat is een beetje een basisspeler slash invaller. En Jansen, die uh, wat uh, nodige ervaring, veel ervaring heeft natuurlijk. Voor de rest zaten gewoon een verzameling aan uh, jeugdspelers uh, op de bank. Het was aan de kant van PSV niet heel erg overtuigend of zo. Maar als je natuurlijk ook in het achterhoofd hebt, die wedstrijden uh, 4-4 tegen uh, Kopenhagen, Dat heeft er natuurlijk ook behoorlijk ingehakt. En dan is dit resultaat 0-1 winnen tegen Utrecht. De meeste ploegen hebben natuurlijk uit bij Utrecht heel erg lastig. En dan vind ik dit niet heel erg verkeerd voor PSV. Maar ja, als je op de belangrijke momenten staat zoals Cody Gabco door die assist te geven bij de 1-0 van Zahavi. En daar ook nog veel arbeid voor leveren als je ziet hoe Gabco uiteindelijk ook nog die bal binnenhoudt. En uh, ja, de complimenten mogen er ook zeker zijn uh, voor de keeper een keertje van PSV, Joel uh, Drommel in ieder geval die een uh, ja, laatste weken. Toch niet een al te beste indruk uh, achterliet. En uh, zondag liet hij zich echt wel van uh, zijn beste kant uh, uh, zien. Vooral natuurlijk uh, bij uh, de kansen van uh, balk. Waar ik persoonlijk een behoorlijke hekel aan uh, heb, in ieder geval niet aan zijn uitstraling. Ik weet ook niet hoe hij als persoon is, in ieder geval. Maar dat vallen vind ik toch wel heel irritant, in ieder geval om te zien hoe dat gebeurt. Ook toen Zangere hem uh, achterlangs uh, kruist. In ieder geval, ik, teer, ik irriteer me daar toch wel een beetje aan uh, bij uh, Remco Balk. Ondanks dat, uh, ja, ondanks uh, weinig overtuiging in ieder geval in het spel van PSV. zijn het wel gewoon weer uh, drie belangrijke punten om het uh, gat met uh, Ajax op uh, twee punten te houden. Waardoor het uh, eindelijk een keertje voor het seizoen natuurlijk Ajax. Uh, was het al lang uh, beslist uh, de titel. Uh, behoorlijke punten, uh, acht, uh, puntenverschil met PSV. Maar nu wordt het gewoon een keer dus spannend. Het is echt, uh, ja, titelstrijd uh, is echt ongelooflijk spannend met uh, twee uh, puntenverschil tussen PSV en Ajax iraakles tegen Vitesse, dat was denk ik toch wel de slechtste wedstrijd die ik uh, dit seizoen heb gezien. Vitesse kwam met een soort uh, fantasieopstelling. Doekie was geen eens mee, ook Daza niet, uh, Richard Libassour ook niet. En er zaten ook wat uh, jongens uh, op uh, de bank die Rus uh, kreeg, zoals uh, Lobis Openda, die dan nog wel inviel in ieder geval, maar niet uh, in uh, de basis -elf stond. Ook de vaste keeper, Jeroen Houwe niet. En uh, ja, Schubert moest dus uh, op goals daar geen grote blunders in ieder geval gemaakt. Al had ik dat natuurlijk tu wel gedacht. Ik vind het echt totaal geen keeper uh, voor een club als Vitesse. Het is echt gewoon een hele modale keeper. In ieder geval Schubert, uh, die echt grandieuze. Fout al heeft gemaakt in ieder geval dit seizoen. In, ja, in ieder geval had wel te merken dat uh, Let's in ieder geval deze wedstrijd niet zo serieus uh, nam. Ze zijn natuurlijk ook al wel uh, redelijk zeker uh, van uh, de play-offs. En uh, blijkbaar hebben ze niet het idee dat er uh, meer in ieder geval uh, in zit dan dat. Ook spelen ze donderdag natuurlijk echt een hele belangrijke wedstrijd. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd uh, uit de carrière van uh, Vitesse. Uit de carrière van uh, trainer Lech. En uh, voor veel spelers natuurlijk, zoals Doekie. Uh, dat is natuurlijk echt een uh, belangrijke wedstrijd donderdag uit tegen Roma natuurlijk in uh, de Convers League. Staan wel uh, 0-1 uh, achter natuurlijk. In Arnhem verloren ze 0-1. Maar ja, je weet maar nooit uh, wat uh, Vitesse in ieder geval kan brengen. Tegen Roma. Aan de ene kant kan ik dan ook wel weer uh, begrijpen waarvoor uh, Ledge dan uh, hiervoor kiest. Uh, voor deze, ja, voor deze toch wat aangepaste opstelling. Heracles kreeg ook nog wel een uh, paar kansen waar ze van uh, konden profiteren. Ook met het idee natuurlijk dat uh, Schubert uh, op Hokson, maar Heracles uh, ja. Speelde ook wel een van de, zijn slechte wedstrijden dit seizoen. Sowieso was dit gewoon echt de slechtste wedstrijd van dit seizoen. En verder heb ik er dan ook niet heel veel meer op aan te merken op deze wedstrijd. Gaan we door met de, de ene laatste wedstrijd van deze speelronde. Vooraf zou je misschien zeggen. Pek Zwolle Feyenoord en Feyenoord in de vorm van uh, ja, zoals ze vorige week uh, waren tegen Partizan in de Conference League... dan moet dit goed uh, te doen zijn. Pek kwam daarentegen wel uh, op voorsprong... door niemand minder dan uh, aanvoerder Bram van Polen... die de bal heerlijk raakte met zijn chocoladebeentje... en uh, ja, de bal goed in het uh, goal schoot. Daardoor ook een hele atypische wedstrijd... want uh, Feyenoord is in de eerste helft uh, beter... maar haalt dan niet het maximale uit uh, de grote ruimtes die uh, Pek openliet. Wat uh, ze ook in de tweede... De tweede helft uh, deden in ieder geval veel momenten. dat uh, Peck in ieder geval veel gewoon druk naar voren gaf. En daardoor links, rechts, in het midden gewoon allemaal uh, ruimtes open lagen. Waardoor uh, Feyenoord daarin uh, kon voetballen. En uh, Feyenoord legde daarentegen ook heel veel tempo in de aanvallen. En uh, daardoor kwam Feyenoord op uh, gelijke hoogte in ieder geval via Loes Sinisterra. Al werd de bal nog wel een uh, klein beetje van de uh, richting uh, veranderd. Van de Werf... Die kan beter, denk ik, op handbal gaan dan uh, op uh, voetbal. Want uh, hij uh, sloeg uh, de bal weg met uh, zijn hand wel linsen. Daar uh, toch wel één op één kon uh, met uh, de keeper. Dit was echt ja, gewoon 100% rode kaart, kom op hé. Hey. Maar het uh, ja, is zo belachelijk dat, hier, uh, dat uh, Van der Werf hier uiteindelijk een uh, gele kaart voor kreeg. Ondanks dat, Pek onterecht met uh, elf man in het uh, veld. Ze stond, scoorde Feyenoord via Dessers. Naar een onderbreking van uh, vuurwerk. Ja, ik dacht dat we daar wel af waren. Naar, uh, toen uh, bij uh, Vitesse Sparta. Maar uh, toch uh, gebeurde dit uh, weer ontzettend triest. Uh, natuurlijk dat dit gebeurt. Ook dat het uh, vuurwerk gegooid uh, wordt richting een uh, groep waar uh, veel Feyenoord-spelers op dat moment uh, stonden. En dat had echt nog wel veel slechter uh, konden aflopen. Ook uh, de verslaggever, uh, de analist die uh, bij ESPN deze wedstrijd deed, uh, Marciano Vink werd volgens mij ook nog bijna geraakt met uh, vuurwerk. Dus uh, ja, waar dit weer op slaat, het is echt weer uh, waardeloos in ieder geval. Opvallend was wel dat Dessers... Uh, ja, Zegt dat de onderbreking, dat zij in de afloop, dat het best goed uitkwam in ieder geval voor Feyenoord. Dat uh, ja, de slot uh, even de boel goed neer kon zetten. De spelers even hoe gaan we nou die 2-1 maken. Dan moet je hem natuurlijk uiteindelijk uh, nog wel maken in ieder geval. Maar uh, Feyenoord uh, dwong het goed af. En uh, ja, Dessers die echt wel heel knap uh, die bal uh, erin schoot. Dan hebben we nog uh, één wedstrijd. Dat uh, was die wedstrijd van 8 uur. AZ tegen FC Twente. Qua affiche was dit denk ik toch wel de mooiste wedstrijd van uh, dit weekend. Jammer dat het dan om 8 uur moet in ieder geval. Maar ja, qua beleving was dit uh, heel mooi dat je gewoon op zondagavond... Om 8 uur met 750 man uh, ja, meeneemt uit Enschede helemaal om het IJsselmeer heen. En dan nog ook volgens mij rond de 2 uur rijden. Heb ik toch wel echt diep respect uh, voor de supporters van de uh, FC Twente, die dan ook nog hun ploeg uh, zien winnen. Ja, dat uh, heb ik toch wel veel, uh, ja, veel waardering voor. In ieder geval goede bal. Trouwens, uh, die goal van de FC Twente. Goede bal van uh, Gijs Malde links en rechtsachter. Die dan uh, bij uh, deze enigste goal van de wedstrijd doen. En dan uh, Brenet, die heel goed naar binnen komt. Speelde sowieso al een hele goede wedstrijd. En die uh, dan uh, meer dan uh, prima afrondt. Uh, en dan de Oranje International, Wijndal. Die, ja, ik weet niet, laatste wedstrijden... Zit ook heide niet uh, heel goed in? In ieder geval. En hier uh, ja, kon hij toch wel iets uh, meer doen dan uh, alleen maar een uh, sliding, was het volgens mij. Beide ploegen hier elkaar uh, goed in evenwicht. Daardoor vond ik het ook wel een uh, vermakelijke wedstrijd om het uh, voetbalweekend uh, mee af te sluiten. Twente staat nu uh, knap gelijk met AZ qua punten. dan. Of je dat echt een stunt mag noemen weet ik niet, want FC Twente natuurlijk heeft een vergelijkbare begroting als AZ, maar het is gewoon echt wel een hele leuke ploeg, FC Twente een mix tussen wat uh, jonge spelers en ervaren spelers, ervaren spelers uh, natuurlijk uh, altijd goed, uh, zoals een uh, Prupper die daar achterin staat, de aanvoerder van FC Twente maar ook op het middenveld, uh, Zerouki die echt gewoon heel leuk kan ballen echt, ik vind het echt een uh, leuk team uh, FC Twente, en dat is denk ik ook wel een van uh, de redenen dat ze, een van de redenen dat ze op gelijke hoogte staan qua punten met de AZ Als we kijken naar de standen nu in de Eredivisie Ajax, PSV en Feyenoord Alle drie gewonnen, dus dat is ongewijzig AZ haakt toch wel een beetje weer af Voor de strijd om de derde plek in geval het Gat is nu vier punten Richting Feyenoord, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, Twente. Die uh, staan ook uh, vier punten achter. Maar ja, als, je iets, uh, als we iets naar beneden kijken, zien we dat SC Groningen weer hele goede zaken heeft gedaan. Wat ik uh, net uh, ook al zei. Maar in ieder geval uh, voor die laatste play-off plek, in ieder geval Gambur. heeft hetzelfde puntenaantal als Groningen. Namelijk uh, 33, daaronder staat uh, NEC. Als we dan uh, een beetje naar uh, beneden kijken, uh, dan uh, zit er tussen plek 11 en plek 18 gewoon maar zeven punten in ieder geval Heracles, Herfveen en Go Ahead Eagles op hetzelfde puntenaantal van 27. RKC heeft er drie minder dan die drie clubs. Fortuna staat dan nog net op doelsaldo boven de ja na-competitie streep natuurlijk met de KKD-ploegen. Want het uh, heeft hetzelfde puntenaantal uh, als uh, de nummer 16, Willem II Sparta. Op uh, plek nummer 17, maar hebben nog natuurlijk een uh, inhaalwedstrijd te goed. Tegen concurrent Fortuna zal ook wel een hele leuke wedstrijd uh, worden, denk ik. En natuurlijk die 6 uh, minuten tegen Vitesse. Nog altijd daarvoor geen datum uh, geprikt. Volgens mij ook niet voor de wedstrijd Fortuna-Sparta. Uh, Fortuna Volgens mij nog geen uh, datum voor. En hetzelfde geldt voor, dus, uh, voor uh, uh, Vitesse tegen Sparta. Peck staat dan uh, laatste 18e met uh, 20 punten net zoveel uh, als uh, Sparta. Als ik nu uh, nummer 18, 17 en 16 moest uh, aanwijzen. Nu uh, ja, denk ik toch echt Willem II op uh, plek uh, 18. Ondanks. Dat ze Kevin Hofland hebben gehaald. Heb ik er niet heel veel vertrouwen in, in, ieder geval, in bij Willem II. Ik had de laatste tijd ook wel een beetje Herenveen dat die het uh, wat minder gingen doen. Natuurlijk, die verloren heel veel wedstrijden op rij. En dat die ook nog wel uh, een beetje in de knel kwamen. Die staan nu op 27 punten. Al is het natuurlijk ook voor Herenveen. Uh, blijven het echt nog hele spannende weken eigenlijk voor alle clubs. Uh, onderin, maar ja, Herenveen vorige week puntje gepakt. Nu puntje gepakt. Dus die staan er toch wel weer redelijk voor op plek. Ze uh, 17, denk ik dan uh, toch peksvol? Ik denk niet dat ze laatste gaan worden. In ieder geval speelde ook gewoon de eerste helft wel prima. Nou, gewoon over het algemeen speelden ze prima. Wel tegen Feyenoord. en uh, Sparta, denk ik dan uh, op plek 16. Volgende week staat de speelronde 27 op het programma. Op de vrijdag is het Hereveen tegen Herakles-Almelo. Go ahead, kan hebben op de zaterdag om kwart voor 7. Twente-Pekscholle en NEC Sparta, dat is nog allemaal dan op die zaterdagavond. En dan een bomvolle eredivisie uh, zondag uh, aankomend weekend met uh, SC Utrecht tegen FC Groningen om kwart over twaalf. Ajax Feyenoord, de klassieker, in uh, Amsterdam om half drie om kwart voor vijf staan er dan uh, twee wedstrijden op het uh, programma PSV. Thuis tegen Fortuna en Vitesse, tegen RC. En als afsluiter is het om 8 uur Willem 2 tegen AZ. Allemaal bedankt voor het kijken en natuurlijk voor het luisteren naar deze. Video over de 26e speelronde. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met de speelronde 27. Weer een uh, uitgebreide nabeschouwing. Ga ik alle negende uh, potjes uh, voor jullie weer bespreken. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer gelijk dan ook nog even hier beneden. Volg me zeker even op Instagram en Twitter. En dan uh, zeg ik uh, tot volgende week en uh, bij, tot uh, een nieuwe video. Later. Eens.